Een hoekschop van AGOVV. En dan is het het doelpunt van Lamucci in de 21ste minuut. En dus de voorsprong voor het elftal van Hans de Koning. En het baangezicht van Henk Wisman, de coach van Almere City. Die zijn laatste wedstrijd met Almere City wist te winnen uit bij Hammelsport. Maar hier is het René Troost, de verdediger van Almere City, die zijn eigen doelman Erwin Friebel passeert. En zo wordt het makkelijk 0-2 voor AGOVV, halverwege de eerste helft. Voorzet dan van Lamucci en 0-3 na ruim een half uur. Doelpunt van Julius Wille, zijn eerste treffer van dit seizoen voor het elftal van Hans de Koning. In de tweede helft gaat AGOVV vrolijk door. Een enorme verdedigingsblunder en het doelpunt op naam van Michiel Hemmen. Dan is er een klein uur gespeeld. Een vrije schop dan. En er wordt hens geconstateerd door scheidsrechter Ketting. Vanaf 11 meter is het Karim Fartali die zijn vijfde treffer van het seizoen binnenschiet. Hij brengt Almere City een beetje terug in de wedstrijd. Maar even later is er de overtreding van René Ossai Koffi, de Ghanees, van Ajax gehuurd. Hij krijgt een rode kaart en AGOVV krijgt een strafschop. Michiel Hemmen achter de bal. Scoorde al twee keer dit seizoen tegen Fortuna Sittard. Scoort nu ook twee keer tegen Almere City. En de Almeerders verloren al dit seizoen met 12-1 van Sparta. En verliezen nu met 6-1 van AGOVV. De laatste treffer op naam van de Belg, Konrad.